In ieder geval, leuk dat je kijkt naar Groendeel Vlog. Het is... Het is half drie. Half drie geweest. Ja, jullie ziet al een foto. Dat ze daar... Ja, ik wilde eerst... een beetje op, hè? Ik wilde eerst een intro maken, maar dat ging gewoon even niet goed, want ik kreeg een slappe lach. Ja. Dus leuk dat jullie kijkt naar Groendeel Vlog. Mijn naam is Sander. En ik ben Kim. En wat gaan we doen? We zijn net een banner aan het maken voor mijn kanaal. En we zijn nu even naar de vlog van de oude vlog van Davy. Ik weet niet of jullie nu nog weten dat ik met hem een keer op stap ging. Om zo te zeggen. Toen was hij een keer sleutel kwijt de eerste dag. Ja, toen was hij sleutel kwijt, lag hij ergens in de berm. Ik vind het een leuveltje, weet je wel. Oké, laat maar. Maar wat gaan we doen? Dat gaan we nog wel zien. Ik haal hem nog steeds niet op, maar ik ben er wel blij mee. Wat? Het is een berm. De sleutel is in de berm gevallen. Ja. Serieus? Dat boeit toch niemand? Dat boeit wel iedereen. Niet doen. Nee. Ik kan niet naar... Ik wel van je. Nou. Oh ja, we gaan zo nog even naar Laxman. Ja. We gaan binnenkort weg. Het is nog verrassing waarheen. Ja, waarheen? Maar dan moeten we eventjes zoeken waar... En mensen moeten eigenlijk dingen overleggen. Ja. Ja. Dat krijgen jullie nog niet te weten. Nee. Dan zien jullie dat over 2 maanden pas. Dus het duurt nog wel. Nou, minder dan 2 maanden voor jullie. Eigenlijk. Ja, oké. Okay, maar voor ons is het dan 2 maanden. Ja, voor ons is het nog 2 maanden. Ja, maar weet je, ik doe edit op 1 dag. Ja, ik loop 3 dagen achter. Dus. Ja, maar jij loopt altijd achter. Werpatiënt. Gebeurt nog. Ja? Ja, het is al goed. Het is al goed. Het is misschien dat Sander vaak mij mishandelt. Zoals Kietel. Nee. Ik zou dat nooit doen. Doe vast een blauw duimpje omhoog. Ja, zo. En abonneer vast eventjes op zijn kanaal. En abonneer even op mijn kanaal. Dus, maar ik was even banner aan het maken voor haar. Ja. Ik vond het zelf wel goed geluk eigenlijk. Ja. Want jij had het over iets met druk. Vertel. Ja, jij kent een kanaal die vind jij te druk. Ja, sommige kanalen die zijn gewoon heel erg druk als je een banner hebt gemaakt. Dan willen ze alle foto's op de kanaal zetten. Maar dat heeft dan gewoon geen nut. Maar dan kan je ook niet zien hoe laat een vlog online komt. Of dat je Instagram hebt. Of, ja, inderdaad. Of je hebt Snapchat, Facebook, Twitter. Dat klopt. Nou, noem maar allemaal op. Ja, dus dat heeft dan geen nut. Nou, dus dan moet het gewoon rustig zijn. Ja. Dus dat is gewoon nog wel een tip als je... Dus heb je nog niet gecheckt? Zou wel tof zijn als je checkt. En laat haar op haar kanaal of mijn kanaal maar weten wat je van haar binnen vindt. Ja, en nog wat. Sander gaat wel ooit eens een keertje een banner laten zien hoe je het kan maken. Ja, dat lijkt wel een leuk idee eigenlijk. Ja, dus hoe maak je een banner? Ja, binnenkort. Ja, dat komt wel leuk. Dus laat het ook maar weten in de reactie achter wat je dan of ik dat doe of niet moet doen. Dus. Ja. En dan gaan we hier verder. En... Ik ga eerst eten, want ik heb trek. En wat? Weet ik niet. Oh ja, en je eet bij mij toch? Oh, eet ik bij jou? Ja. Oké, nou, dat is dan duidelijk. Okay. Maar dan gaan we dadelijk even kijken wat we gaan eten. Ja, wat gaan we eigenlijk eten? Wij mogen kiezen dan. Nou, mijn vader weet niks. Dus oh ja, ik heb over patat gesproken. Gisteren ging ik patat eten. Ik werd echt zo beroerd. Dank je wel. Dat heb ik al verteld. Ik heb het al voor mij verteld. Oh, oké. Okay. Nou, dan zien jullie dan zo weer. Let's go. Dames en heren. Check ook eventjes op Rianne's kanaal. Rianne Live. Sanne die gaat de link in de beschrijving neerzetten. Dus abonneer ook eventjes op haar kanaal. Dat vindt ze leuk, want ze is verder dan mij met vloggen. En kijk ook eventjes de video's alsjeblieft. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Dus abonneer ook even op haar kanaal. Nou, ik heb eigenlijk de hele dag niet zoveel bijzonders gedaan. Eigenlijk wat we hebben gedaan is een beetje... Heb ik haar uitgelegd hoe de YouTube in elkaar zit. En... Ja, eigenlijk aan haar net thuis gebracht. En de rest heb ik niet zoveel gedaan. Een beetje relaxen. Maar dat ziet er zo mooi uit, hè. Prachtig, dat. Ik hou ervan.
Oh, moet ik wel even recht houden. Kijk hoe mooi dat eruit ziet. Kijk dan. Geweldig dit. Ik vind hem zo mooi, hè? Hou ik ervan. Kijk, zo is het mooier, nog mooier. Oh mijn god. Nou, ik ben al richting huis toe. Wacht, en hier komt jullie muziekje eronder. Ja, en dat was het. Ik ben nu richting huis toe en wat ik nu ga doen is niet zoveel eigenlijk. Ik heb echt wel een relaxed dag gehad. Een beetje relaxed de dag gaan houden. En nou, dan ga ik nu nog maar richting huis toe. Maar ja, tof dag gehad. Superleuk met Kim. Was superleuk met Kim. Gewoon even bezig praten over dingen. Gewoon. Ja, eigenlijk wat eigenlijk niet zo boeit eigenlijk om te vertellen. Deze week weekend ga ik niet naar Toosinari, kan ik gelijk bij je zeggen. Waarom niet? Want ze zijn binnenkort, dat kan niet langs gaan meer deze weekend. Waarom is het privé reden? En was echt vandaag ook een beetje regen weer, alles een beetje door elkaar. Gisteren zou er eigenlijk ook voetbal worden gespeeld. Die is afgelast, die naar gisteren gegaan. Vandaag bedoel ik. En ja, verder heb ik niet zoveel te melden. Dat eigenlijk niet zoveel gedaan is eigenlijk. En dat ik een super wel leuke dag heb gehad. En dat ik het bijna nu richt huis ben. En dan ga ik een beetje mijn video ding op computer doen dadelijk. En dan kijk hoe laat het nu is. Bijna 11 uur, dus ja, gaan we nog even richting naar huis nu toe. Even kijken, ik heb net mijn vriendin nog geappt. Nee, ze heeft nog niet terug geappt. Dus, maar ik weet niet of ze nou alles bij zich heeft. Maar dan ga ik dadelijk kijken of dadelijk alles bij zich heeft. Van de cap, ja. Dus, ga ik dat even doen. Voor mij ligt alleen een jas bij haar. Ik zit naar te cijferen, want ze zei al tegen mij: had ik nou een jas bij me? Dacht ik, oh ja, goeie vraag. Maar eigenlijk hebben we gewoon lekker een beetje relaxed dag gehouden vandaag. Wat ik al heb verteld. Dus ja. Laten we maar richting huis toe gaan. En morgen komt er weer een leuke dag natuurlijk. Is er helaas maandag. Moet ik werken, wat ik eigenlijk totaal geen zin heb. Maar ik wil ook gewoon zeggen, binnenkort heb ik lekker 3 weken vrij. Nou, eigenlijk 3 weken vrij. En ja, kan ik even lekker relaxen, rustig houden. Ik ga alleen weg, mijn vader blijft gewoon thuis. Dus. En ik heb er behoorlijk veel zin in. Echt behoorlijk veel zin in. En aanstaande zaterdag komt er ook iets leuks. En aanstaande donderdag ook iets. Ik ga waarschijnlijk iets voor Kim kopen. Aanstaande donderdag. Maar wat? Mag Kim nog niet weten. Ik weet al, ik heb al in mijn hoofd. Wat in mijn hoofd? Hoofd. Maar wat het is, is nog verrassing. Want, ja. Als is er geen verrassing meer, als ik nu al vertel. Maar al jij wil weten, blijf sowieso die vlog kijken. En ja, we hebben eigenlijk al 3 weken eigenlijk al. We gaan kapot en kapot hard. 3 weken al. Zit ik ineens ruimte te bedenken. Dus, maar ik ga nu richting huis toe. Leuke dag, wat ik al zei. En wat ik al zei dat ik al richting huis was. 3 weken. Maar ja. Ik wil iets vertellen, maar binnenkort dus verrassing voor Kim.
Zaterdag aanstaande zaterdag komt ook nog verrassing voor jullie eigenlijk naar Dordrecht toe. Zij weten het eigenlijk al. Maar dus nu ook verrassing voor jullie. En Kat is een beetje bang aan het worden. Doei Kat. Tot ooit. Oké. Okay. Ja, laten we maar gaan snel. Want als ik kan blijven komen van filmen. Dus ja, let's. Nou, ik ben al een tijdje ook thuis. En wat ik eigenlijk snel even over hebben is. Zijn mensen. Ze zitten aan mijn eigendom. Want ze zijn mensen aan mijn familie eigendom. Blijf gewoon van mijn eigendom af. Wat is gebeurd? Nou, laten we het er maar niet over hebben. Want er zitten gewoon mensen aan ons eigendom. Laten we het zo zeggen. Blijf van mijn eigendom af. Ga niet aan iemands spullen zitten. Er zijn mensen hier in Monniksveen. Ik weet niet wie het is. Maar ik wil zeggen. Blijf van iemands eigendom af. Ga niet dingen kapot maken voor iemand. Want daar bereik je niets mee. Dat maak je kwaad voor erger mee. Dit irriteerde me ook heel erg. En ja, wat ik nu ga doen is lekker relaxed. Lekker dadelijk even uitkleden. Maar ik word wel echt een beetje moe van dat mensen gewoon aan de eigendom van niemand zitten. Nou, daarover zo op zeggen. En ik heb vandaag ook wel, wat ik al zei vandaag. Het is nu bijna 12 uur en ik ga nu lekker slapen. Ik ben dood en dood te vrot. En zoals jullie al zien heb ik even kamer veranderd. Ja, dit is wel misschien wat beter tafel daar zo. Met allemaal tas met troep in eigenlijk. Maar ja, maakt tijd. Dus, maar ja, wat ik nu ga doen is lekker slaapje doen. Ik wil iedereen allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je in ieder geval deze vlog leuk? Doe even sowieso een blauw duimpje omhoog. Ben je in ieder geval op Kim geabonneerd? Zou heel tof zijn als je op Kim hier beneden in beschrijving abonneert. En ook op vriendin van Kim, Rianne, staat hier link in beschrijving. En zeg ik alvast veel kijkers een nieuwe vlog om 6 uur. En zeg ik hierbij. Later. Dat was bijna bij de Jumbo geweest.